maar Björn van der Velde en Floris Winter. Die gaan zich melden voor de prijsuitreiking. Hier staat hij, de man van de haren van de hoofdsponsor, Floris Winter. In een tijd van 3 minuten en 34 seconden. Maar dan komt het. Die Floris Winter, als pas vorig jaar, pakte die zilver. Want toen deed hij het in 3-4, in 3-37. Jongens, zet je nog in de ijsschoolbak? Hier is hij. Hier is niemand minder dan Finn Timmer. Ah, dat is mooi. Hij komt ook uit Bergendijk. Hij is de man met de mooiste pet van Europa, toch? Gefeliciteerd, man. Gefeliciteerd. Is wel mooi, hè? Hij is van die partij van 50 plus. Daar maakt hij wel reclame voor, hè? Gefeliciteerd, maar jij kwam binnen in 6 minuten 9. Nog niemand minder dan vroeger hadden we Romee Kramer, gestaan Romee. Romee Kramer uit dat schitterende Telenvaart. Zij studeert in de atletiekclub van Elderen, ACO van Elderen. En daar zullen we daar nog meer over zeggen. Kortom, jullie mogen, Romee, ja, 6 minuten en 6 seconden. Jullie mogen even samen op één gaan staan als jullie dat willen. En de beste bergentijmer is Carmen Tromp. Jongens, blijf even staan, maar Carmen Tromp komt er even bij staan. Is dat Carmen? Wil jij ook even op één gaan staan, Carmen? Kan dat? Ah, oh, daar kunnen jullie wel, hè. Was Sanne Weverschamp op de evenwichtsbalk, daar kunnen jullie wel hier op deze evenwichtsbalk van Bergentijm. Er zijn mannen die lopen 15 km per uur vandaag, hè. Als Max Verstappen dat kan in Abidjan, dan kan hij dat goed. Ga even met je drieën op bij de winnaar staan. Hou hem even goed vast, knijp hem in zijn kont en dan is het goed, hè? Even, hou hem even vast, man. Anders slaat hij zo'n ongeluk erbij. Dat is net zo dat je in de boek staat te poepen. Hè? Wij gaan naar de allerbeste uit Bergentijm. Stijn en Nagel. Stijn, heb je nog ruimte? Ja, kom maar, je hoort nog één keer de fotograaf het werk laten doen. Want ze zijn er nu binnen tijd voor 5:48. Zij komt uit de Hansestad. Er was vorige week 300.000 mensen bij de Hansesteden toernooi. Esmee Bakker in een tijd van 3 minuten en 50 seconden. Maar niemand kan er harder lopen vanavond in deze categorie als een eigen dansen. Iris Spijkerman is mooi, Iris Spijkerman. Maar jij vindt hier in de tijd van 5 minuten en 33 seconden. En dat wil zeggen, als jullie zo met je drieën staan en je gaat je kruid zo lekker bij elkaar, dan gaan we Nora Assing nog de Bergentijdse beker geven. Ja, nummertje 3. Ga staan jongens op nummertje 1, hè. Want dan gaan we het helemaal lukken, toch? Gefeliciteerd daar zo. Ah, dat sta je een beetje soepel op, hè. Nijverdal, Kampen en Bergentijd. Dan heb je hier de wind in de zeilen, jongens, met dat mooie oud zilver. Dank jullie wel, hè. Jochman, ga klaar, man. Maar jij kwam binnen in een tijd van een mooie tijd van 6:12. Milan Hans, hij komt ook uit Bergentijn. Hij is een van de betere spelers. Vroeger heette het FC Twente en dan noemen ze dat FC Rente. Op de eerste plaats, ah, natuurlijk, hij kan er niet om lachen. Wij gaan naar Sine Putter, de winnaar van vorig jaar en winnaar van dit jaar. In een tijd van 5 minuten. Milan Hans, we gaan het maar even zeggen, die was vorig jaar. Vorig jaar was je Milan, was je vorig jaar, was je derde. Was je derde in een tijd van 5:35. En nou heb je 5:27. Dus je bent 7 minuten sneller. Gefeliciteerd, man. Is goed. Maar de winnaar van vandaag, 5:04. En vorig jaar 5:14. 10 seconden sneller. En geef ze maar een applaus van 10 seconden in snelheid. 10 seconden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jongens, gaan ze bij elkaar staan, hè? En de Bergentijmer is hier natuurlijk ook, want die prijs heeft hij al binnen. Gefeliciteerd, mannen. Ben je familie van hem? Ah, wat lief is dat. Heb je nog niet zo'n feestje gegeven? Had je een mooie cijferlijst? Ja, ja, geslaagd. Hey, succes. Geslaagd. Zij staat te popelen om de sprong te wagen op het hoogste podium. En dat doet ze met veel plezier, met een smile op de kop van hier tot naar Hardenberg. Het is Monique van Harker, en dergelijke. Goed gedaan, hoor. In een tijd van 7 minuten en 12 seconden. 7:12, Monique van den Akker. Dankjewel. Nummer 3 nog vandaag. In een tijd van 6 minuten en 4 seconden. Goed gedaan, hoor. Harmen Compagnie naar een tweede plaats. Vorig jaar was Harmen zesde in 5:28. En nu is hij 5:11 seconden sneller dan vorig jaar. Gefeliciteerd, man. Maar niemand minder.
Spurt 88, laat dat duidelijk zijn. Hij was sterk in de City Run en nou in deze schitterende 23. Julian Olinger, Hardenberg, Spurt 88. 5 minuten en 8 seconden. Vorig jaar was hij 5e. En dan moet je zeggen dat hij 23, 17 seconden sneller is dan vorig jaar. Dus kortom, vinden jullie met losse veters nog even bij hem gaan staan? Of je nou je veters dicht hebt of niet, dat maakt niet uit, ga er gewoon staan. Mogen wij u een mooi applaus geven, allemaal, en veel succes op het eerste. En weet u waarom het op de dak is, dat u loopt? Aan Henkie Boetnitsje doet zien, hè? Want die zei 23 jaar geleden te beginnen. Ah, dat is wel mooi, hè? Ja. Oh, het is net aandacht, je niks aan het zeggen, hoor. Dat zeggen we niet. Dat kwam dus niet. Hoeveel uur hier ben je? 7,5 kilometer. Maar de laar, hoor. En welke afstand is het, man? Nu is het sprint niet, man. Als ik het goed heb begrepen, ik kan er een stuk of 10 naast zitten op diverse afstanden. En dat is alweer een tijdje geleden, maar ze hebben ook aan kijken naar die atleten. Vorig jaar, in 2011, iets wat parcours, toen hadden we dus Erik Driessen, Daniel Jegon, Erik Driessen, David Kogelman, Hilco Huisjes. En daar had ik het over met 671 in 1923. En dat is ook gelijk de snelste vrouw uit Bergentijn. Kortom, we hebben, als u ziet, we hebben nog 15 seconden. En u wordt weggeschoten voor een man die 23 jaar geleden samen met hem buitenhuis er al bij waren. En hij wordt straks een nieuwe voorzitter. Tenminste, als hij wat wil betalen. Nog let op, jongens. Let op. Zullen we ze een mooi applaus meegeven? Ah, Jan Paalman staat er. Jan gaat rechts achter 10 kilometer lopen. Ah, Jan Paalman junior. En dan is het. Jongens, wij hebben al meer dan 100 deelnemers van vorig jaar. Wij gaan naar de 1000 deelnemers toe. Dit is de tram. Wat zijn ze? Ah! Mag die nog wel je tanden gevoed zijn? Is dat mooi? Succes, hè, jongens. Ah, de haren. Is dat mooi? De haren in die hoofdsponsoren. Maar kijk daar. We hebben 5 kilometer. Nou, we gaan kijken. Buurman. Marianne Lange, is die er nog? Oké, Marianne nog steeds aan de drank. Zie ik. Ah, een meisje je ziet, hè? Of is het weggeschoten, kan natuurlijk ook. En dan zie je ook gelijk weer dat het tempo er gelijk in zit. Hè? Je ziet ook dat meisje met de fles doet, ook allerlei gymnastiekjes op overwegingen tijdens het lopen. Die partijen hebben staan van 14, 18 en 16, 29. Ja, dan moet je natuurlijk zeggen chapeau, hè? Want we hebben natuurlijk wel fantastische. Hij liep natuurlijk 15 minuten in Zwolle, hij liep 15 minuten in Ommen. Hij liep vorige week 16 minuten in Wieren. En hij komt natuurlijk nu door in een tijd van 7 minuten 55. Dus hij zit daar onder die 16 minuten. Hè? Dat is goed. We hebben met Bastiaan Sanders van Eek met de dame bij. We hebben natuurlijk ook met 710. En hier heb je Hilco Huisjes, de man die 2 jaar geleden hier als beste binnenkwam. Even de nummer 1 binnen mij. Goosla en Meijer liggen daar in 2 en 3. Dat is natuurlijk wel mooi. Van recht buiten, buitenuit. En Anne van Schuppen. Jongens, Olympische steen. Maar als we dan iets wat zo'n 1000 lopers hebben, er zijn 400 lopers die met elkaar 2000 kilometer afleggen. Op de langste vrijdag, mag je wel zeggen, van deze maand. Is mooi. Papa ligt ook mooi. En een kleine man met 532 moeten ook meenemen. En dat is Christian van der Veen. En hij komt uit Bergentijn. En met nummer 727 is dat Fiona Groto. Jongens, is Ryan Nottenman al weg of niet? 12:42 op de klokken staan. We zitten in de laatste 1,5 kilometer. Wij gaan zo dadelijk binnenkomen. We gaan kijken of we hier de atleten mee kunnen nemen. In deze schitterende ambiance, wat ik al gezegd heb. En dat is goed, hè. Het is zomermaand. En met nummer 729 van de beste atleten. We gaan
kijken naar 688. Tegen die mensen zeggen die met de handen in de spijkerbroeken staan, doe dat dan niet, maar dan krijg je, daar zit weinig kalk in die zakken. En dan krijg je net zoals de koolmeentjes, dan ga je botten gaan slechter worden. Dus haal ze nu, hè. Niks onbeschofter dan bij wedstrijden met de handen in de zakken te staan. 150, zet Ineke Bouwhuis, Ineke zet hem op, hè. Oh, wat klopt die daar mooi, hè, als je daar zo ziet. En dan moeten we kijken, het houdt niet op. Maar we gaan natuurlijk het parcoursrecord van 14-18, dat blijft natuurlijk nog een jaartje staan, hè. Dat blijft nog in Afrikaanse handen staan en dat is goed. Ah, jongens, kijk die man met 503. Wat heeft hij een mooie techniek. Hij heeft het lichaam, mooie conditie. En dat gaat ook voor de man. Is dat Dinant Lettenboer? Zet hem op, Dinant, hè. En dat mooie magere gewicht. En de haren. Dan heb je de spieren heel soepel. Dat is 16 minuten, hoor. En hij doet een tijd van 15 minuten en 57 seconden. 15:57. Dat is geen 16 minuten 30. Het is een recordaantal deelnemen. Daar heb je meneer Koetsier afgelanceerd. Heel officieus, zeg ik dan even. En als we die 18-13 zien, dan hadden we vorig jaar hadden we een tijd van Yvonne Meijer van 19-8. Maar dan is dat een toploop die 7:15:57 loopt. Ja, die Nicolas zal de man uit reizen. En die gaat er binnenkomen. Hallo, als nog ben je hopen. Dat is even hoop en zegen, zou je zeggen. Dat zijn tappen uit Markenland. En dat is dan mooi, hè? Als daar een Ruudje in zit. En dan de broer van Ruudje is de topscorer van Bergendijk. Ze ging weg om een schema van 45 minuten. Ruimschoots is ze in de limiet gehaald. Dat gaat naar 4, hè? KTS zag ik ook al. Als ik daar maar gaan we het
En dat doen ze met veel verver, want ze doen het in 46 minuten en 10 seconden. En wij gaan over tot het prijs uitreiken van de een gemiddelde snelheid van 14 km per uur. Een applaus voor deze drie fantastische sportvrouwen. Zullen we ook even afspreken voor iedereen, als ze geklapt hebben, dat jullie nog even omdraaien, draaien, want daar willen ze ook even klappen. Hè? En hier slaan ze dan wat penny open in 20 minuten en 20 seconden. En dat is mooi. En zijn vierde is zo goed natuurlijk, als zij zo'n fenomeen mee reizen. Maar niemand minder. Zij staat er zo ontspannen. Zij is een van de matadoren van de IJssel. Saskia Schutte van Sialvo, 20 minuten en 6 seconden. En dat is mooi, hè, als ze hier zo staat. Deze schitterende sportvrouw. Saskia Schutte, vorig jaar was je in het totaal was je ook weer aan 1947. En Saskia Schutte ietsje minder snel dan vorig jaar. Maar dan. Zij is sowieso in topvorm. En dan praten we over de Aline Koolstra in de tijd van 19 minuten en 15 seconden. Ga staan, Aline. En dat is netjes als je hier zo in vorm bent, hoor. Daar zijn we erg trots op. Dan gaan we naar de tweede plaats, en dat is wel mooi, want ze was in 2011 met z'n negende in 21-04. En ze werd vorig jaar eerste en dit jaar was ze tweede. Het is niemand minder, hoe heet dat meisje ook weer, Yvonne Meijer. 19 minuten en 3 seconden, en dat is mooi, want die 19-3 is 5 seconden sneller dan vorig jaar. Zij is Nederlands kampioen indoor, zij is Nederlands kampioen op 1500 meter met een PR in Gouda. Het kaarsje blijft branden en daar steken we nu op voor, dan mag je zeggen, de meeste les van vandaag. Het is niemand minder dan Rianne van der Belt, want zij vinden ze vandaag in de tijd van 18-14 en dat is een toptijd. Daar staan de coaches en haar uitbrief staat er op. Jammer dat ik er niet bij sta. Hè. Ja, volgende keer. Nee, ik draai nog even om naar de andere kant te gaan. Waar was het met? In Wageningen bent Atletos natuurlijk daar zo hebben daar. Is zij 17:55 gelopen. Maar dit is haar beste tijd ooit gelopen in de 21ste eeuw. En dat is maar gefeliciteerd. Dan krijgen we natuurlijk met deze man, met Marcel Kramer naar nummer 2. En dat is ook een mooie plaatje. En die Marcel Kramer die noteert vandaag 18:28. En dat is 21 seconden minder snel dan vorig jaar. Maar ja, hij gaat morgen ook naar Düsseldorf. En daar komt hij. De man uit Eerbeek. Hij is lid van AV Veluwe. Het is niemand minder dan die hele topsporter. Dick Uitzendra is een mooie sportman. Radio komt, speelt hij met vuur. En kunnen jullie even met die 3 op 1 gaan staan? Dat is toch een idee dat jullie nog met die junioren zijn. Hè? Dat is wel haar mooi, hè? Dat zijn mannen, die zijn 60, die zijn 51 en 56. Die zijn samen 172 jaar. En die staan daar net als Sanne Weber op de evenweerbalk. En we gaan naar wedstrijd, ik van ons al. In de tijd van 1958. Benny Tucker, hij kwam, hij zag, hij vond net niet, maar hij wordt tweede in 18 minuten. Maar niemand minder dan het fenomeen uit de TIP-groep Peter Bruinsma naar een overwinning van 17-20. Hij won nog in klas in Aveen, liep die sterk en liep sterk net iedereen. Kortom, dit zijn de drie. Jongens, zijn jullie jaloers dat die mannen met een 3 op 1 konden staan? Kunnen jullie dat ook? Ja, kunnen jullie dat? Is goed, hè? Ja. Robin Klaar op nummer 3 en dat deed hij in 16 minuten en 19 seconden. Maar het mooie is dat hij 13 seconden sneller is dan vorig jaar. Hè? Maar hoe vinden ze die in 16:32? Wij gaan naar de tweede plaats. Hij heeft de pet heeft hij afgedaan. Het is niemand minder dan de sympathieke Vrent is het. Maar volgende week de TT is, hij wordt hier al tweede. Op zondag. Bastiaan Sommerberg, 16 minuten en 17 seconden. Ga staan, Bastiaan. Bastiaan Sommerberg, die was 2 jaar geleden was hij tweede in 17:17. Hij heeft er 730 dagen over gedaan om een minuutje sneller te zijn. En dat vind ik knap. Gefeliciteerd, man. Maar man, hij is Marsman. Het is geen maanmannetje. Hij komt gewoon uit de stal van Aankom van Elven met Korbroek. Gaan we staan, Nick Marsman. In een mooie wereldtijd van 15:58 onder die 16 minuten. En daar zijn we terug op. Vorig jaar was hij nog winnaar van de 1500 meter. En nu staat hij op het hoogste podium. En het is een man die ook in Zwolle en reizen in Wierde. Kortom, het is een vakmannetje. Daar zijn we trots op. En hij was denk ik nog 4 met uw studentenkampioenschap. Als jullie een record willen lopen, ik heb geen voorkeur. Als je deze man vanavond voorblijft, dan ben je toch voor moed. Hoe gaat het met je? Vorig jaar winnaar hier? Ik denk dat jij een voetbal blijft. Ik ga het proberen. De Rob van der Graaf is Rob, jij gaat met jou wel goed.
Ja, het gaat heel prima. De week ervoor in Zwolle. Ja, hij was eerste op de halve marathon in Zwolle. Maar goed, we gaan het zo zeggen, we zijn over Arthur. Maar mocht je uit, dan gaat dat hier altijd nog. U mag ze gaan, gewoon gaan wegschieten en dan gaat u de klok aan, zegt meneer Dumoulin. Dan komt er goed. Mag ik u aandacht vragen voor 4 hele snelle ronden, 10 kilometer van Bergdijk voor de 23e keer? Ja! Ah, vind ik wel een mooie start, hè? Als we hier staan. Jongens, een fantastisch deelnemersveld hebben we hier. De 400 was natuurlijk helemaal in vorm. We hebben hier, zien ik... Is de estafette ook meegegaan, jongens? Zit de estafette hier ook in? Ik wil hier natuurlijk een mooie tijd lopen. Vorig jaar werd hij winnaar. En dan gaat hij als snelste redder. Dan moet hij dan op de fiets gaat hij doorkomen, hoor. Zullen we dan inzetten? 7:35. Dat is 16 minuten, dat is 32 minuten, 53. Dan moeten we kijken natuurlijk naar Koen Vossers en Gerard Hasker. Koen Vossers is een fenomeen, hoor. Maar als we naar Jan Koenen kijken, hij was eerste in Nijkerk, de Runde Dalfsen stationsloop. Over Dalfsen gesproken, 2 september staat daar de 30ste etappe. En de meisjes die komen ook zo, en dat zijn de meisjes Hermen. Daar vrijen ze. Is dat leuk als hij er is, toch, deze mooie sportman. In zomer zijn weg, en met nummer 837 is het Arieke Raanhagen. En dat is mooi, Arieke Raanhagen, 10:25. En dat zijn natuurlijk wel de meiden waar je voor naar het stadion komt, hoor. Arieke en Herbertje. We hebben Herbertje erbij en die is in vorm. Manon Herbert is dat. En Hartje gaat van Rieke tikken, 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 tikken. Dat is ook netjes. En het geluid is... Oké, Jan, mooi dat we gaan lopen. 46 op die eerste ronde. Hebben we nummer... Goed, hè? Ah, je vader. Dat is mooi, hè? Goed gedaan, jongens, hoor.
Marleen en Manon. En dat zijn de atleten die hier door gingen flitsen. En dat zijn natuurlijk wel hele mooie. Marleen, ik schrijf dat ik ook Manon heb. Ik ben altijd de bar met die meiden. Met nummer 988. Is dat mooi of niet? Als we Katie van Espen. 31.40 is de tijd. Ik had 31.39. Maar die koppelman, dat hij hier vandaag natuurlijk de sterren van de hemel liep. Artikeltjes hier. 971. Mag ik dan zeggen, Tim van Veldhuizen. Je was kansloos aan je titel. Dat staat nog op je kansloos. Want dat is de man ook van de graag. In een tijd, tweede man 50, 37.42. 30 minuten, dat is de vierde beste tijd in 3 jaar estafette. Dit is de vierde beste tijd. Hè? Hij liep in Vriezenveen 38 minuten en Dirk Roepman loopt hier 39 minuten. Zien met Gene Tempelman gaat nog een keer door. Wat ik wel mooi vond, Gene Tempelman was ook goed op de cross. We gaan een zomertje binnenkrijgen en zomer gaat ook naar een eindtijd van Pascal van Zon. Is mooi, hè? Hoeveel? Jij was vierde bij de mannen 40. Vierde. In plaatjes. Hij liep daar 3 uur en 9 minuten. Ah, dat is mooi. Is dat Marleen? Zeg ik het nou ineens goed? Marleen. Marleen, ja, ja. Marleen Herbert, u mag haar begroeten met een geweldig applaus. Zij wint de 23e pantoflauw. Ook een fietser. En dat is Marleen, hoor. Die gaat hier binnenkomen. In een tijd van 43 minuten en 19 seconden, Marleen. En weet je wat het mooi is, Marleen? Jij bent precies 6 seconden sneller dan vorig jaar. Want toen was je 43,25. 6 seconden sneller. Dat is een halve seconde per kilometer. Hè? En dat is natuurlijk wel sterk, geloof. Dat is goed. Hebben we toch nog een wijziging gehad, hoor. Dat is goed als we hier kijken naar die hele mooie Marleen Herbert. Het is een mooie Manon. Daar kan die 44 minuten en 2 seconden. Manon. En wat kunnen we van Manon zeggen? Manon Herbert, ook natuurlijk, was vorig jaar derde. Mag een cola vlecht, ik heb niet meer de flesjes gaan halen. Zat daar Harry ook boksen? Ja. Boksonderwinnen. Die is de harde ene. Met nummer 4 op 12. Jan Schutting is binnen. Erik is binnen. Overmacht is binnen. Linda Snipper. Zij is de champagneur van het. Harry, ben je al 60? Was ik al 60 jaar. En dan loopt ze als in. Weet je, jongens. Hallo, van Veldhuizen 4. Jan Altena. Jan. Jij zit in de top 10 van de mannen 50. Je bent 9e geworden, gefeliciteerd. Is mooi, hè? Als je de top 10 op deze bijzondere avond binnenkomt lopen. Koopmans, vergoed eens op het podium. 300. Ben je nog op tijd, jongen? Je zag je op de klok kijken. Je vertrouwde de klok, denk ik niet, hè? Maar dit is de klok, hoor. We'll be right back.
Ja, ja, ik had er aan op. Wat zei je? Kijk nou, hallo. Radio Oost.